Hoi, ik ben Chinook Thijssen. Ik ben young adult auteur. Ik schrijf thrillers voor een jonge doelgroep. Mijn volgende, of mijn, eigenlijk mijn eerste young adult thriller is Blindelings. En komt in februari uit. Blindelings gaat over 17-jarige Ivy, een modestudent. En haar beste vriendinnen Marcia en Kim. Ze kennen elkaar al vanaf de kleuterklas en doen alles samen. Totdat Ivy een nieuwe vriend krijgt, Sander. Langzaamaan begint ze een beetje te veranderen. Haar vriendinnen zien haar nog nauwelijks. En het lijkt erop dat ze heel veel voor haar vriendinnen achterhoudt. Blindelings gaat vooral over vriendschap en vertrouwen. Vriendschap tussen de vriendinnen staat centraal. En het vertrouwen slaat eigenlijk op alle personages in het boek. Ik heb de titel niet zelf bedacht. Een van mijn vaste proeflezers kwam met de titel Blindelings. En het slaat op iemand blind vertrouwen. Het slaat op Ivy, de hoofdpersoon, en eigenlijk op alle hoofdpersonages, of alle personages. Want iedereen heeft iets te verbergen, iedereen heeft wel een geheim dat hij met zich meedraagt. Dus vandaar Blindelings. Mijn inspiratie voor Blindelings kwam eigenlijk toen ik in de trein zat. Ik had net een gesprek met iemand gehad en we hebben gesproken over het genre young adult en dat ik zelf gek ben op dat genre. Ik heb ook echt hele rijen vol in mijn boekenkast staan. En tijdens het naar buiten staren in het niets kwam het idee voor Ivy naar voren. En ik bedacht me wat voor type Ivy moest zijn, wat ze leuk vindt, wat ze niet leuk vindt, wat voor vriendinnen bij haar zouden passen. En vanzelf kwamen daar dus ook Marcia en Kim bij en uiteindelijk ook Sander. En ten tijde dat ik bijna thuis was, had ik al een hele synopsis op papier staan. En een paar dagen later stond het eerste hoofdstuk al op papier. En het grappige is eigenlijk dat ik met Blindelings, ik heb wel een soort geraamte gemaakt. Ik wist wat ik wilde vertellen en wat er moest gebeuren. Maar niet alles van wat er in Blindelings gebeurt stond van tevoren vast. Het was eigenlijk alsof ik naar een film zat te kijken. En Ivy, Marcia en Kim deden van alles en Sander deed van alles. En ik hobbelde er maar achteraan. Dus ik schreef op wat ik zag, dus dat was heel raar. Blindelings is een boek over alledaagse onderwerpen. Ik denk voor veel mensen herkenbaar. Ik denk dat veel jonge meiden zich kunnen identificeren met Ivy, Marcia en Kim. En dat ze zich kunnen inleven in hun situaties. Ook denk ik dat er veel vrouwen zijn die ooit een type als Sander in hun leven hebben gehad. En dus herkenbaar voor iedereen.